Mijn naam is Esme Hofman, ik ben 41 jaar nu. Ik ben nu woonachtig in Drenthe, in Wapsen, een heel klein dorpje, wat echt bijna een perfecte locatie is voor handwerk. Ik kom oorspronkelijk uit Rotterdam. Ik ben van huis uit met mijn ouders altijd met handwerk bezig geweest. Mijn moeder die kan heel mooi kleding maken, breien, haken, kantklossen. Nou, als klein kind wil je niets liever dan meedoen met je vader of je moeder. En dat heb ik eigenlijk mijn hele leven gedaan, altijd mee wat gedaan. En ja, mijn ouders hebben dat ook altijd heel erg gestimuleerd, altijd gezegd van als je wat wil en het kan, dan doen we dat. En zo heb ik allerlei cursussen gedaan van weven, spinnen, breien, naaien, noem maar op. En zo wilde ik ook ooit een keer monden maken. Ja, het vak geleerd in Duitsland op school en mijn leraar daar die heette Wilfried Pop. En dat is eigenlijk wel de grote fijnvlechter ter wereld. Die man die werkt met een souplesse en een vanzelfsprekendheid, dat is ongelooflijk. Het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan als je ziet als hij het doet, maar hij heeft door al die jaren ervaring, hij heeft het denk ik 50 jaar gedaan. Hij leeft nog wel, maar hij werkt, is wel met pensioen. Maar echt alle dagen aan het vlechten en hij voelt het ook nog 10 keer beter als ik. Hij heeft ook gelijk door van die staart moet zo breed zijn. En hij staat ook altijd nog achter mijn schouder. Als ik aan het werk ben, dan is hij altijd nog in de buurt, want hij is zeer traditioneel. En hij is absoluut niet in voor het modernere werk, dat vindt hij niks. Maar hij staat altijd nog achter mijn schouder als ik aan het werk ben. En dan heb je als zo'n moment dat je denkt, ja, kan dit nou wel of kan dit niet? Dan hoor ik hem altijd achter me van, mijn vrouw Hofman, dat mag er weer niet. En dan haal ik het ook weer uit. Om te kloven haal ik altijd een stukje. Dat is eigenlijk zo dun, daar kan ik helemaal niks mee. En dan keep ik hem even in met mijn mesje. Je hebt altijd een heel klein mesje nodig. En dit mesje is al heel oud, dat heb ik meegenomen van school. Dat is waarschijnlijk al een jaar of 50 oud. Daar heb ik, daar wil ik graag mee verder werken. Je ziet ook dat er bijna niks meer van over is. Dat is helemaal versleten eigenlijk. Maar het werkt gewoon het beste. Dus op een of andere manier gaat het naar je hand staan. Een mandenmaker zal ook nooit zijn eigen mes uitlenen aan een ander. Want ook de manier waarop je het werkt, waarop je je handen houdt, dat voel je ook terug in je lament. Dan zit dus een speciaal kloofhoutje. En daarmee kan ik, als alles goed gaat, en dat is soms niet, want het is een natuurmateriaal, dus er zit wel eens een verdikking of een draaiing in. Als alles goed gaat, kloof ik zo een hele twijg in drieën. De willig is een heel mooi materiaal als je hem gedroogd hebt en je wilt ermee werken. Bijvoorbeeld, je wilt een zware mand maken met een hele twijg. Dan kan je hem dus gewoon weer weken en dan kan je daar gewoon weer mee werken. Door hem 14 dagen in het water te leggen. Dan is het eigenlijk alsof hij gewoon weer helemaal vers is. Dan heb ik een hele mooie machine. Een hele oude machine uit de jaren 50. Dat is echt mijn topstuk. Ik moet er ook niet aan denken dat er wat mee gebeurt. De twijg nu bekijken, zie je dat er nog eigenlijk een beetje van de pit op zit. En dat is dan behoorlijk dik. En hij zou te dik zijn om goed te kunnen schaven op de bankjes. Dus wat doe ik met deze machine? Dat is de eerste gang. En dan begin ik schaafkussens. Om precies de maat te krijgen die ik hebben wil, moet ik dus stapsgewijs gaan schaven. Dat gaat van het liggende mes naar de staande messen. En steeds om en om. Ik kan niet zeggen van nou, ik wil daar eindigen, dus ik begin gelijk daar. Want dan ben ik gewoon mijn twijg kwijt, dan breekt die gelijk. Dus soms kan het zijn dat ik net niet precies de maat heb die ik hebben wil. Zo moet ik een verstelbare hebben. Maar doordat ik elk bankje is ook weer met de hand gemaakt. En daarom wijken ook alle maten van die mesjes eigenlijk weer af. Dus over het algemeen heb ik er al meestal wel eentje die ik gebruiken kan. Maar dit is op zich best zwaar werk. Mensen denken altijd dat deze niet zo zwaar is. Maar het doorheen trekken van die twijg, van die scheen.
Het kost echt wel behoorlijk wat kracht. Maar ik krijg daar behoorlijk stevige handen van. Je leert ook al die bankjes kennen. De ene die heeft soms een mesje met wat schever staan. Dus dan weet ik ook van nou, dan moet ik even wat drukken. Bij een ander moet ik hem weer even wat omhoog duwen. Ze zijn eigenlijk, ja. Ze hebben allemaal als het ware een eigen karakter. Dit is ook een werkstuk wat niet zomaar te koop is. Ook niet zomaar even te maken is. Mijn oude leraar uit Duitsland die maakt deze dingen. En die weet gewoon precies ja, onder welke hoek die mesjes moeten staan. Hoe ze geslepen moeten zijn. En er zijn al veel mensen die dachten van nou dat maak ik wel even na. Maar dat is ook weer zo'n ding wat eigenlijk. Als hij dit niet meer doet. Dan zal het heel veel voeten in aarde hebben. Om nog aan dit soort dingen te komen. Het is ook heel belangrijk dat je dat stapsgewijs doet. Op het moment dat hij te dik wordt, te hoog, dan kan je hem ook hier niet meer schaven, want dan breekt hij onmiddellijk. Ja, ook een proces wat je door heel veel te doen leert. Dus eigenlijk met al het handwerk, je leert dingen alleen maar door ze te doen. Nou, dit is dan het fijnste wat ik op dit bankje kan maken. Het mooie van deze vlechttechniek is dat ik alle... Het is een beetje textiel. Het andere manden maken met een hele wilgeteen, dat is grover van opzet. Maar deze techniek met die fijne stripjes komt voor mij heel dicht bij de textiel. En daardoor kan ik alle hele mooie patronen maken. En dat is ook wat. En het kan bijna perfect worden, doordat ze zo mooi recht zijn. Ik hou zelf van perfect in mijn werk. Dus ja, dat komt bijna bij het perfecte. En dat vind ik zo fantastisch aan deze techniek. En daarom blijft het ook leuk, omdat het iedere keer weer een beetje beter kan. Ik ben ook helemaal niet, als ik het niet mooi vind, haal ik het uit, gooi ik het weg. Begin ik gewoon weer opnieuw. Zelfs dan heb ik er 40, 50 uur aan gewerkt. Het moet gewoon mooi worden. En dat is met deze techniek kan dat ook. Die, ja, in Nederland zou je het statief noemen. Ik heb, ja, de dingen die ik in Duitsland heb geleerd, die termen hou ik aan. Dit is een kloepen. Het materiaal hoeft niet echt te weken, maar voordat ik begin met vlechten, borstel ik het altijd wel even nat. Zodat het weer wat vocht opneemt. Wat ik hier aan doe, ben is eigenlijk even een prototype aan het maken. Ik heb een schaal in mijn hoofd. Ja, normaal... vlechtje aan de buitenkant van je mal, maar ik wil eigenlijk aan de binnenkant van mijn mal gaan vlechten. Daardoor zou eigenlijk het vlechtwerk omgekeerd moeten zijn, omdat ik eerst even wil kijken hoe breed het moet zijn, welke maat ik nodig heb, ben ik het nu eventjes toch op de goede volgorde aan het vlechten. Om het vlechtwerk aan de mal te houden, heb ik hele kleine spijkertjes. Dat is ook echt weer zo'n ding wat dus niet meer zomaar te koop is in de winkel. Dat werd vroeger gewoon ook gemaakt voor de schoenmakerij. Maar ja, ook daar gebeurt niet veel meer met de hand. Dus ook dit is eigenlijk niet meer verkrijgbaar. Het is altijd hard trekken aan het materiaal om het met geweld eigenlijk aan de vorm te dwingen. En het wordt ook altijd met geweld, met een priem, naar beneden getrokken. Dit noemen we een gedrukte fits. En fitsen wil zeggen dat je met twee draden steeds een staakje omslaat. Maar er zijn ook hele andere patronen waarbij je dus gewoon, nou ja, zeg maar dit patroon volgt. Voor één, achter één. Dat gaat sneller omdat je steeds maar één draad hebt. En dan zou deze zo gaan. Maar deze techniek leent zich eigenlijk nog tot zoveel meer patronen. Je kan met 3 vlechten, je kan met 5 tegelijk vlechten. Dat is ook wat ik wel heel leuk vind aan deze techniek. Dat je dus echt een beetje, je kan als het ware een weefboek openslaan en zo patroon navlechten. Maar deze gedrukte fitsen vind ik zelf dat een heel mooi patroon. Het wordt heel strak. En ook het bijsteken zie je heel duidelijk. Je begint natuurlijk uiteindelijk, als je het mandje gaat beginnen, heb je 2 staken. Die vlecht je aan elkaar vast en dan gaat steeds bijsteken. Hier is het gebeurd, hier en hier is ook weer bijgestoken. Dat geeft op zich ook weer een heel eigen patroon.
voel gewoon of dat scheentje, of ik daar op dat moment die vlechtslag mee kan maken. En dat is gewoon een ontwikkeling die je in de jaren doormaakt. Het is ook zo, als ik bijvoorbeeld 2 of 3 weken het werk niet doe, dan moet ik er even in komen. Maar het is bijna kijken met je vingers. Dus mijn vingers zijn als het ware ook een stukje mijn ogen geworden.